Heer mag bidden. Heerste hier op de plek waar wij nu staan, op onze voeten. De slangkoelen van de wijn, van de kolenwasserij van de wijn, en die heerste op de hoogste wildernis. Nadien volgde de uitbouw van het stadion, het gemeentelijk stadion, dat gebruikt wordt door Patro Maaswengelen. Het is dit terrein van Vaatwijzen, dit stadion, dat vandaag officieel wordt geopend. Het gemeentebestuur huldigt als elk jaar zijn kampioen en sluit af met een receptie. Wij kozen echt bewust voor een nieuwe formule, iets anders dan in het cultureel centrum, een aandenken aangeboden door de gemeente, door het gemeentebestuur, te komen afhalen. Afwisseling maakt immers het leven boeiend. Ook dat van de gemeentelijke sportraad die 30 jaar bestaat. Ik wens bijzonder als tolk van de gemeentelijke sportraad, waarvan u het grootste gedeelte van de leden van het bestuursleven hier voor u ziet, wens ik een aantal mensen speciaal te verwelkomen. De burgemeester, mevrouw en de heren Schepenen, de dames en heren gemeenteraadsleden, de ereburgemeester, de ex-bestuursleden van de sportraad, de NOZO-vertegenwoordiger, de kaderpersoneel van de gemeente Maaswengelen, de hoofden van de lokale politie Maaswengelen, afgevaardigden van de diverse adviesraden van de gemeente Maaswengelen, onze vrienden afgevaardigden van de sportraden uit de omgeving, Dilsen, As en Lanaken, de heren van de pers, aannemers die deze constructie hebben gebouwd, de afgevaardigden van de handelaarsvereniging Maaswengelen, Maaswengelse Unie, de muziekacademie, het jeugdopleidingsproject en u allemaal die gekomen bent voor de huldiging. Een de oudste sportraden van Vlaanderen. En we dachten dat we daar wel zeker iets speciaals moesten voldoen. Speciaal in die zin dat wij het buiten alle gewone dingen een uniek kader hebben uitgezocht om dit te gedenken. Inderdaad, het is niet zo normaal dat een academische zitting in op lucht en dan nog op de tribune van het sportstadion plaatsvindt. U zult zeggen, jullie hebben veel geluk, het mooie weer is het, maar natuurlijk verdienen we het. En daarom hebben we dat zo kunnen plannen. Als sportraad, het is toch wel interessant om dat even te vermelden, geloof ik, zijn onze doelstellingen, op de eerste plaats, willen wij de spreekbuis zijn van de clubs bij het gemeentebestuur. Wij willen de belangen van alle clubs behartigen. En we willen vooral de sport in Maaswengelen promoten. Sport
die een enorme waarde heeft. En ik noem maar even de sociale contacten, de preventie. Is het niet beter om veel geld in sport te steken dan naderhand in gezondheidszorg? En natuurlijk, en het woord ligt op ieders lippen, integratie. En dan heb je het heel lang geleden, toen de brug gebouwd werd over de Maas, de brug van de autostrade. Toen hebben wij een aantal toernooien ingericht tussen de Nederlandse en de Belgische kant. En op dit ogenblik blijft er nog altijd een E314 toernooi biljart van over. En we hebben natuurlijk ook in Maasmechelen Interschool een uniek project in Vlaanderen dat zelfs als voorbeeld gediend heeft voor de werking van SVS, de Stichting Vlaamse Schoolsport. Niet te vergeten natuurlijk dat wij een optimaal overzicht hebben over de leden en de werking van alle clubs in deze sportraad. En dat zijn er toch meer dan 200. Hier past natuurlijk dank te zeggen aan een aantal mensen. En ik zou dan ook alle huidige en ex-leden, bestuursleden van de sportraad willen bedanken. Het zijn allemaal vrijwilligers die volledig belangeloos trachten de Maasmechelse sport te promoten. Dus nogmaals aan alle medewerkers, met de stevige steun van het gemeentebestuur, proficiat en bedankt. Wij hebben nood aan een krachtige sportraad om de Maasmechelse sport te blijven promoten. Dank u wel. You would crack it when you get it. I won't give you more it out. Let me light it, pull it down. You're still thinking your daddy back. Shoot your man, but you think that I can't go back. Oh, life goes on. And it's only gonna make me strong. It's a fact. Once you get on off the track, you can't go back. Oh, it's a fact. And I ain't gonna get it right. Where I'm at is my sportraad, 30 jaar sportraad. En ik kan je zeggen, dat is niet niks. Als je die mensen hier allemaal ziet staan, dat zijn mensen, gelijk de voorzitter dat straks heeft gezegd, die het allemaal gratis en verdiend doen. En in de maatschappij waar eigenlijk niks meer voor niks gedaan wordt, waar individualisme altijd hoogtij heeft, moet ik zeggen dat ik heel blij ben dat dit in Maasmechelen, dat dit in de sportraad zeker nog kan. Hartelijk gedaan. En ik vind dat ook deze mensen, ik wil een applausje voor jullie zijn. Schip meestal op die richting en leg ook aan wat jij wil. En zo'n goede kapitein, die hebben we hier dus ook in deze vereniging gehad. We hebben hem nog altijd. Ik hoop dat het nog altijd een tijdje kan blijven. Maar het is deze kapitein die dit schip varen heeft gehouden en nog altijd varen houdt. Het is iemand die reeds 30 jaar, die vanaf het begin mee betrokken is geweest. En ik zou hem heel graag eventjes op hier willen hebben. Naast van mij hebben we nog twee mensen die ook aan de wieg van de sportraad meer hebben gestaan en nog altijd bij zijn. En dat is de heer Janssen. En de heer Klaassen. Mensen die dus continu met sport bezig zijn, die goed hard meedraaien voor alle sportverenigingen in Maasmechelen, dan moet je 100% overtuigd zijn. Ik zou dus heel graag hier deze drie mensen een klein aanmerkje willen geven van de gemeente, en ik zou ook heel graag de heer burgemeester eventjes een keer doen.
De Vino Theater, 34 jaar dienst. Dan heer Kramer, Jan Janssen en Ben Klaassen te feliciteren. En wij dachten aan een geschenk. Wat kan je dan beter als geschenk aanbieden dan een eetbon in het bekend Maasmechtelse restaurant? En Geert Rudden, de voorzitter van de sectie voetbal, geeft aan de drie genodigden het aandenken aan onze sporten. Op uw raad
beroep moeten doen wanneer het gaat over ontdekken. En tegelijkertijd zou ik ook willen zeggen dat we bouwen. En we hebben een heel wat gebouwde gemeente. Heeft heel wat gedaan voor die sport in Maasbrecht. Kijk maar naar het schitterende stadion vandaag. Maar kijk ook naar de andere dingen. De vele dingen die gerealiseerd zijn. We laten we samen zoeken naar oplossingen voor de problemen die zich voor verschillende sporten stellen. Wij zijn graag bereid om met die vraag te laten oplossen. Nog een keer, vanaf die feest. Vandaar namelijk de aanwending van de SIF-gelden.
Een gemeentelijk sportpark kan en moet exclusief voor één club zijn. Daar moeten andere mogelijkheden voor gecreëerd worden. Dit is vanaf het begin de afspraak geweest. We hebben hier een multifunctioneel, prachtig sportpark. De sportraad zou wensen dat dit een prachtig sportpark blijft door het voorzien van het nodige onderhoud. En de sportraad wenst ook dat dit sportpark gaat functioneren. Daartoe zijn bepaalde monitoren nodig die een voldoende interessant aanbod voorzien in een aantal doelgroepen. Dank u.